daarvan nog maar. Hier hetzelfde merk, maar een paar jaartjes ouder. Zoals hier die Porsche. Ja, ik zeg hem op. Ondanks de leeftijd wil de auto nog best vooruit. En moeten we weer diep in het tapijt om ook maar bij te blijven. De bestuurder heeft de auto net gekocht en heeft er duidelijk zin in. Dik over de 220 km per uur. Ja, de rest laat zich raden. Mag er een bij komen. Dag meneer. Hallo. Mijn naam is Van der Zouwen, verkeerd in de politie Twente. Ja. Wij hebben geconstateerd dat u nogal te hard reed. Zit het stukje van Awazelo naar hier achter u? Ik haal hem net op. U haalt hem net op? Ik haal hem net naar de garage vandaan en denk van even kijken. Even kijken wat hij wil. Ja, dat is dan een beetje vervelend dat wij in het kielzorg zitten. Via de telefoon wordt overleg gepleegd met de officier van justitie, die besluit de auto in beslag te laten nemen. Ja, precies. En het is nog voor blik op de weg ook, dus heel Nederland kan het nakijken over een Porsche. Ja. Ja. Gewoon in beslag nemen. Ja, akkoord. De bestuurder krijgt te horen dat de reis gezamenlijk verder gaat naar het dichtstbijzijnde politiebureau, waar ook nog even in alle redelijkheid nagepraat wordt. Ja, het was op dat moment inderdaad niet extreem druk, maar de snelheidsverschillen die zijn natuurlijk wel extreem hoog. Hè? Want iedereen rijdt ergens tussen 100 en 120. En met name als je moet remmen, als er een extreme situatie zich voordoet tussen die 215 kilometer en die 120, om die snelheid terug te brengen, dat duurt het langst. Ja.